Virginie Michiels, je bent diensthoofd cultuur van de stad Oostende. Dus jij kan me dan ook alles vertellen over het project Gazet van Oostende. Mm-hmm. Je hebt er ook eentje meegebracht, hè? Ja. De Gazet van Oostende is eigenlijk gestart sinds augustus 2014 met de bedoeling om de nieuwsfeiten te brengen in, 100 jaar geleden, exact 100 jaar geleden. Ja, want er waren geen kranten van, of in de stad op dat moment 100 jaar geleden. Nee. Dus het is echt iets volledig nieuw eigenlijk. Dat klopt. In de stad zelf waren er geen drukkerijen meer die kranten aan de man brachten. Het kon eigenlijk ook niet meer, want pers werd gecensureerd. Zodoende dat er dus geen nieuwsstrapen viel, behalve dan via nieuwsberichten die de Duitsers zelf verspreiden. Ja. Ik zie wel dat er wel heel veel foto's in staan ook. Hè? Jullie hebben veel teruggevonden, toch? Ja, dat klopt. We hebben ook een fantastische collectioneur onder de arm kunnen nemen, namelijk Erwin Mailleux, die een heel groot archief heeft, waar dat hij in gras duint elke week. En hij spijst eigenlijk de teksten. Ja, dus hij zorgt ervoor dus dat al dat nieuws zo wat samengesprokkeld wordt tot één krant. Dat klopt. Ja, waarbij je een idee krijgt van die voorbije week dan. Ja, we doen eindredactie met een paar mensen. We lezen na, zodanig dat, dat we er zeker van zijn dat de feiten kloppen, dat we geen verkeerde boodschappen brengen. Doel van de krant is eigenlijk enerzijds te focussen op het wereldnieuws, 100 jaar geleden. Maar we wilden eigenlijk veel meer dan dat. We wilden mentaliteitsgeschiedenis brengen. We wilden eigenlijk mentaliteitsgeschiedenis? Een geschiedenis brengen van de gewone mens 100 jaar geleden. Ja. Wat ondergingen die mensen? Wat dachten ze? Wat maakten ze mee? En eigenlijk, de krant bestaat uit een tweeluik. Dus enerzijds de grote nieuwsfeiten van aan het front bijvoorbeeld, of op politiek vlak. En het tweede deel is eigenlijk Oostense geschiedenis. Ja, ik moet wel zeggen, als je er zo'n beetje in leest, pakt wel, hè, als je al die verhalen leest. Ja, absoluut. Ja. Je staat eigenlijk versteld van wat mensen kunnen doormaken, hoe de grens verlegd kan worden. In tijden van vrede sta je daar niet altijd bij stil, maar in tijden van oorlog verdraagt de mens blijkbaar heel veel. Oké, heel goed gezegd. Dank u wel. Bedankt.